Hoi allemaal, leuk dat jullie weer kijken. Ik heb vandaag de favoriete video van jullie. Voor jullie. En het zijn niet zo heel veel producten. Ik heb normaal meer producten. Maar ja, hoewel ik heel veel producten test en probeer, zit er gewoon niet altijd iets bij wat ik gewoon echt als favoriet bij de favoriete video wil doen. Dus het is wel een beetje verschillend. Er zit wat make-up bij en een aantal verzorgingsproducten. Dus ik zou zeggen, laten we gauw beginnen. Het eerste product zijn deze doekjes. Deze zijn van de Action. En ik hou altijd mijn gezichtsreinigingsdoekjes bij de Action. Voorheen kocht ik altijd de basisverpakkingen. Maar het probleem daarvan is dat ze met zo'n plakstripje dichtgaan. En dat plakstripje dat laat gewoon na een aantal keren los. Dat je hem steeds open en dicht wil doen. Het plakstripje laat los en je doekjes drogen uit. Dat vond ik echt heel erg irritant. Want ik kon gewoon heel vaak gewoon echt een aantal doekjes weggooien. En toen was ik laatst bij de Action, toen zag ik deze variant. Deze hebben ook een verzachtende doekjes zijn dit. Dit zijn er 25 en ik vind dit klepje gewoon heel erg handig. Dat je hem gewoon weer kunt afsluiten. En ja, dat vond ik gewoon een stuk beter. Want zo droog je doekjes niet uit. Ik hoop trouwens wel dat dit blijft zitten. Want dit zit er niet heel strak op. Mocht het niet zo zijn. Ja, dan heb ik het in ieder geval weer geprobeerd. Maar tot nu toe vind ik deze wel echt een favoriet. En hier ben ik heel erg blij mee. Dan heb ik deze gezichtsschuim. Deze is van het Kruidvat. Dit is een cleansing, ook met een milde reiniging. Er zit ook amandelolie en provitamine B5 in. Je had hem ook in een roze variant. Ik denk dat die voor de gevoelige huid is. Deze is voor alle huidtypes. En over het algemeen kan ik er goed tegen. Dus dat is heel fijn. Hij is een beetje nat, want ik heb hem net uit de douche gehaald. En ik rein gewoon heel vaak alleen voordat ik ga douchen mijn gezicht met die reinigingsdoekjes. Wat natuurlijk überhaupt super, super slecht is. Maar soms heb ik er gewoon geen zin in. Of dan denk ik gewoon, nou hup, ik wil gauw onder de douche. Dus dan pak ik alleen die doekjes. En ja, toen dacht ik toch wel van ja, dat is toch ook niet helemaal goed. Dus daarom heb ik nu deze gezichtsschuim. Ik ben hem nu een tijdje aan het testen. En hij bevalt echt heel erg goed. Hij ruikt lekker mild. Het is niet een hele sterke lucht die eraf komt. Hij ruikt gewoon naar, ja, een milde zeep. En ja, hij reinigt je huid tot diep in de poriën en hij droogt zijn huid niet uit. En ja, dat vind ik gewoon heel erg fijn dat hij zo intens reinigt. Als je een beetje met een beetje water wordt hij gewoon heel schuimerig. En dat is gewoon heel erg lekker. Eigenlijk kun je ze ook een beetje vergelijken met die schuimende doekjes die je bij de Action kunt kopen. Dat zijn van die reinigingsdoekjes. Die moet je ook nat maken en dan wordt die schuimig. En dit is gewoon dan een gezichtsreiniging die ook schuimt. Dus deze is echt super fijn. Dan heb ik deze eye primer. En deze is van NYC. En ik vind deze echt super fijn. Ik moet zeggen dat ik niet altijd eye primer gebruik, maar af en toe gebruik ik het. En de laatste tijd pak ik alleen deze nog maar. Ik vind hem gewoon heel erg fijn dat hij in een potloodvorm is. En hij past ook gewoon precies goed bij mijn huid. Hij is niet te donker, niet te licht. Dus hij is eigenlijk gewoon heel erg goed. En ik vind het gewoon zo minder geklieder dan dat ik het weer helemaal moet gaan uitvegen. Dat je hele vingers er weer onder zitten met die andere oogprimers. Dus ik vind deze gewoon in die stick gewoon heel erg fijn. Je kunt hem verder uitdraaien hier aan de onderkant. Ik heb hem ook al eens een keer uitgebreid gereviewd. En ja, ik merk gewoon dat ik deze gewoon eigenlijk de laatste tijd steeds meer pak. Dus ja, dit vind ik gewoon echt een hele fijne, ja, oogbasis, oogprimer, hoe je het wil noemen. Maar hij is echt ideaal. Dan heb ik dit palet. Deze is van W7. Dit is het W7 Toasted Eyeshadow Palet. Deze had ik al een tijdje liggen, heb ik afgelopen maand eindelijk gereviewd. Ik heb er nog meer liggen, die komen dus nog. En wat ik heel erg mooi vind, zijn de bruintinten in dit palet. Ze zijn goed gepigmenteerd. Je kunt er eigenlijk gewoon ook wel weer een hele ja, naturele look mee maken. En daar hou ik toch altijd wel weer van. En ja, ze zijn ook niet zo groot qua formaat. Dus je kunt ze makkelijk meenemen ook. En
ja, hij viel me gewoon niet tegen. Ik vond pigment ook gewoon echt goed. En ja, dit is gewoon een palet wat ik heel vaak heb gebruikt. Dus daarom hoort hij ook absoluut tot de favorieten. Dan heb ik deze gezichtsprimer van de Ethos. Deze heb ik nog niet gereviewd. Die komt binnenkort komen ze online, want ik heb er meer. En dit is dan toch tot nu toe wat ik heb getest. Van is dit mijn favoriet? Deze matteert je huid. En vind ik gewoon heel erg prettig dat hij gewoon extra de huid gewoon extra mat maakt. Waardoor hij ook gewoon mat blijft. Het is een heel natuurlijk product. Hij is vrij van parfum, vrij van ja, conserveringsmiddelen. En er zit vitamine E in. Dat vind ik ook wel heel erg fijn. Het zit 13 ml in overigens. En wat ik zo fijn vind is dat dit een sprayflacon is. Ik had zelf nog geen sprayflacons. De andere primers die ik voor mijn gezicht heb, die zijn allemaal in een tube. En dat vind ik toch altijd iets minder hygiënisch. En dit vind ik dan echt zoveel hygiënischer. Want je pompt gewoon een beetje op je vinger. En je kunt het gewoon heel makkelijk aanbrengen. En ja, ik vind het altijd heel erg fijn om primer te gebruiken. En op dit moment vind ik deze gewoon echt super. Waar ik ook erg enthousiast over was, was deze Prime & Fine Matte Fink Powder. Waterproof. Deze is van Catrice. Ik vind de verpakking al heel erg mooi. Dat is zwart. En dan deze mooie spiegel erin. Je ziet mij nu even op de camera. En dit is dan dus gewoon de poeder die heel transparant is. Hij voelt ook absoluut niet dik aan. En wat ik gewoon merk, vooral we hebben natuurlijk best wel een warme maand gehad. En ik vond het gewoon heel fijn om dan deze poeder gewoon te gebruiken. Foundation gebruik ik gewoon minder graag als het zo warm is. Maar dat toch mijn gezicht gematteerd wordt. En dat doet deze poeder gewoon heel erg goed. En ja, het waterproof moet je niet heel letterlijk nemen. Want het is niet dat je dat hij echt een hele sterke regenbui overleeft. Ik had hem getest met zwemmen en dat overleefde hij ook niet. Maar buiten dat vind ik het gewoon een hele fijne poeder. Dan heb ik deze hele fijne highlighter. Deze is van Makeup Academy. En dit is het Undress Your Skin Shimmer Highlighter paletje, doosje. Deze was ik ook heel enthousiast over. Volgens mij is menig beautyblogger hier ook heel erg enthousiast over. Het ziet er gewoon natuurlijk al heel erg mooi uit. En ja, het is gewoon een hele mooie highlighter die ook gewoon goed zichtbaar is. Hij is niet te fel, maar je ziet hem wel. Dat vind ik heel erg mooi. Ik vind de kleur ook vooral heel erg mooi. En wat ik ook heel erg fijn vind is dat je deze deze highlighter kunt aanbrengen met een kwast. En de andere highlighters die ik heb, die zijn toch op vloeibare basis. En dan vind ik het toch wel heel erg fijn om zo'n highlighter te hebben die gewoon met kwast aan te brengen. Is gewoon met meer vastigheid. Ik breng toch mijn producten graag aan met kwast. En dat kan bij deze. Dat vond ik sowieso ook heel erg fijn. En ja, het is gewoon een heel erg fijn product om je gezicht wat op te lichten. Dus deze is absoluut favoriet. Dan heb ik nog een product van Makeup Academy. Tekent ook het laatste meteen. Dit is het eyeshadow palet. Dit is het Undressed palet. Je kunt het hier al zien staan. Hier was ik ook heel enthousiast over. De afgelopen maand heb ik dit palet voor het eerst ook gebruikt. Sowieso überhaupt het eerste gebruik met Makeup Academy. En het was gewoon, ja, het beviel gewoon heel erg goed. De paletjes zijn gewoon heel erg mooi ook. En de kleurtjes ook. Ik zal hem even openmaken. Ik denk ook trouwens dat dit wel een van de bekendste palettes is van Makeup Academy. Nou. Ik haal het kwastje er even uit. Die zit erbij, maar dat vind ik altijd lastig. En dit zijn dan de kleuren waar je eigenlijk gewoon hele naturelle looks mee kunt maken. Maar je zou ook dus voor een gewaagde smoky eye kunnen gaan. En dat vind ik altijd heel erg mooi. Het pigment was ook goed van het palet. Wat ik dan ook heel erg fijn vind, is dat er gewoon zo'n highlighter bij zit. Waar je ogen weer mee op kunt lichten. Dat vind ik altijd heel erg fijn als dat in een palet zit. En dat had deze. Binnenkort review ik nog een palet van Makeup Academy. Dus daar ben ik ook wel weer heel erg benieuwd naar. Maar deze die, ja, is gewoon heel goed bevallen en absoluut ook weer een favoriet van deze maand. Dit was dan mijn video.
favorieten van jullie. Het waren niet heel veel producten. Dat komt ook omdat ik midden in de verhuizing zit. Ik heb niet alles bij elkaar om heel veel te laten zien ook. En ja, ik hoop volgende maand gewoon weer wat meer producten te hebben. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En ik wil je bedanken voor het kijken. En ik zie je de volgende keer weer. Doei!